Sanna, heel leuk dat we hier mogen zijn. Van harte gefeliciteerd nogmaals. Dankjewel. We spraken elkaar eerder al eens over je masterclass. En toen gaf je eigenlijk aan, hè, nou, zo'n customer experience, gaat veel verder dan alleen het mappen van journeys. Jij als expert, hoe ziet een ideaal traject voor customer experience er volgens jou uit? Wat je vaak ziet is dat inderdaad bedrijven stoppen bij het mappen van de journey. Mm-hmm. En dan gaan brainstormen waar het beter kan. Maar dan mis je een aantal dingen als wat is nou echt het belangrijkste voor die klant. Mm-hmm. Dat is welke verbeteractie heeft de meeste impact. Yeah. Dus in liter start je altijd vanuit de journey mapping. Yeah. Workshop gewoon met medewerkers, niet eens klanten. Dan maak je een vragenlijst op basis van die journey. Die stuur je uit naar klanten die het recent hebben doorlopen. Mm-hmm. Dan gooi je daar wat slimme statistiek saus tegenaan. En dan begint eigenlijk deel 2. Maar hoe mobiliseren we nou de hele organisatie iets te gaan doen? Yeah. Dus we maken kleine experimentjes waarbij iedereen super enthousiast is om ermee aan de slag te gaan. Dat is eigenlijk het hele pakket. En die voorbeelden die je net geeft, of eigenlijk nou, het schetsen hè, van zo'n ideaal traject. Kan jij daar aanstippen wat veel vergeten onderdelen zijn van het traject? Of misschien heb je wel voorbeelden uit je eigen praktijk? Ja, het belangrijkste eigenlijk, bijvoorbeeld heel veel bedrijven die meten NPS. Hè? Zou jij bedrijf X aanbevelen? Mm-hmm. En wat er vaak misgaat is dat je als je dan kijkt, oké, wat komt er uit het onderzoek? Dan weet je eigenlijk niet van, hey, is onderwerp X nou 5 keer belangrijker dan onderwerp Y? Dus je gaat enthousiast aan de slag met verbeteren, maar men ziet vaak geen effect van de verbeteracties. Mm-hmm. En dat zit hem heel vaak omdat de manier van het vinden van die drivers. En wat je echt moet zien te vinden zijn mijn onbewuste behoeften van die klant. Mm-hmm. En te vaak is het gewoon rationeel. Dat je letterlijk aan de klant vraagt, wat is voor jou belangrijk? Ja. Maar onbewust vind ik andere dingen. Vind ik klanten andere dingen belangrijk. Mm-hmm. En daar gaat het vaak mis. Ja, dus bedrijven gaan heel enthousiast verbeteren. Mm-hmm. Zien geen effect. Omdat ze niet de goede knoppen hebben gevonden. Ja, dus zorg dat je echt die slimme statistiek gebruikt. Om te weten, hey, maar bijvoorbeeld persoonlijke aandacht is 5 keer belangrijker dan snelheid of wachttijd. Ja. Dan zit je echt aan het stuur van beleving. Ja. En dat is natuurlijk het geheim van de smid. Maar kan je, nee hoor, heel transparant, Maries. Kun jij de marketeers van, nou ja, Nima, maar natuurlijk eigenlijk alle marketeers, kun jij een tipje van de sluier oplichten? Want ja, waar kunnen ze nou stappen mee maken als we het hebben over customer experience? Ja, het belangrijkste natuurlijk, doe de masterclass. Of zoek de online training, dat mag ook. maar eigenlijk is het startpunt is vaak om te kijken welke van jouw journeys. Mm-hmm. Gebruik slimme data om te kiezen welke van de journeys wordt eigenlijk het meest gebruikt door klanten. Yeah. En als je kijkt naar een jaar, hoeveel klanten er lopen welke specifieke journey. Mm-hmm. Kies er dan 1 en ga dan piloten met die ene. Dus heel vaak beginnen we met een business case. Of we moeten eerst iedereen overtuigen van CX. En dat stagneert heel vaak. Dat wordt veel te abstract. Dus maak de klein, kies 1 journey, doe de workshop, stuur die vragenlijst uit en ga vanaf daar kijken hoe je het slim en slim kunt verbeteren. Dankjewel. Als we nu zo zitten, jij bent de expert, binnen Nima dan. Hè, ook de buiten Maurice, kom op. Ja, wat is een groter wordende trend binnen het vakgebied van customer experience? Nou, ik denk het belangrijkste wat in ieder geval meer bedrijven zouden moeten toepassen in customer experience, ja, is oké, dan heb ik die data. Maar hoe ga ik vervolgens iets doen? Dus daar kun je heel veel slim gebruik maken van behavioral science. Hè? Dat is gedragswetenschap. Yeah. Tiny habits, super klein, slimme nudges, hè? Triggers om niet te vergeten. Mm-hmm. Een voorbeeld is, bedenk iets wat je maar 30 seconden kost. Yeah. En bijvoorbeeld bij 1 organisatie hebben we een experiment waarbij je zegt, oké, okay, in de komende 6 weken, yeah, ga ik in ieder gesprek wat ik heb met een klant, ga ik even 30 seconden voordat ik die klant ga bellen, want ik zoek toch zijn telefoonnummer op. Mm-hmm. Denk even, hey, hoe kan ik in dit gesprek die klant meer persoonlijke aandacht geven? Super klein, ja, pas in je bestaande routine, maar je gaat een ander gesprek hebben. En hoe heb je nog tips hoe je dat in je dagelijkse routine of in je routine die je hebt kan implementeren? Want ik kan me voorstellen dat je er niet altijd direct bij stilstaat om dat er eens bij te pakken. Ja, dus je hebt inderdaad 1 deel van gedragsverandering is het klein maken. Mm-hmm. Het andere is, wat zijn nou de slimste nudges? Hè? Nudging is ook een nieuwe hype term. Ja. De slimste eigenlijk triggers dat je niet vergeet. Ja. Dat kan heel plat zijn. Je kunt een post-it note op je laptop plakken. Mm-hmm. Maar 1 van de tips die eigenlijk vanuit behavioral science komt, is zorg dat je een bestaande routine, mm-hmm, eigenlijk als je een trigger hebt. Ja. Stel je wil gezonder eten. Stel je wil fitter worden, dat is makkelijker. Iedere avond poets je tanden, yeah, ga ik vanuit. Dus dat is voor jou een vaste routine. Yeah. Als je nu zegt, iedere keer nadat ik mijn tanden heb gepoetst, yeah,
ga ik 10 push-ups doen. Ja. En dan wordt tandenpoetsen wordt jouw nieuwe trigger voor jouw nieuwe gedrag. Ja, dus het koppelen van een nieuwe activiteit aan een bestaande activiteit. Precies. Super. Ja. Hey, je bent natuurlijk niet voor niets behoren bij de Best of Nima. Vorig jaar is jouw masterclass als een van de beste beoordeeld. Waarom denk je dat je zo goed scoort? Ik denk, dat is natuurlijk interpretatie. Dus je hebt twee dingen. Je hebt natuurlijk de manier waarop iemand lesgeeft. Ja. En gewoon de inhoud. Nou, wat ik vaak terugkrijg is het extreme enthousiasme voor mijn kindje. En het verbeteren van de wereld. Dat helpt. Nou, dat je net je kindje noemt, dat zegt al genoeg, denk ik. Ja, precies. En inmiddels met 20 jaar ervaring. Eigenlijk alles wat ik deel, ja, heb ik ook zelf getest in de praktijk of het werkt. En wat mensen heel fijn vinden is, de titel is niet voor niks, de zin en onzin. Ja. Er is heel veel onzin in CX, vind ik in ieder geval. Ja. Dus de balans tussen wetenschappelijke onderbouwing, mm-hmm, plus super praktisch, wat kan ik morgen gaan doen, die combinatie wordt heel vaak gewaardeerd. Leuk. Dan zit het bijna op, maar heb ik toch nog één vraag voor je. Waarom moet de marketing- en communicatieprofessional anno nu zich verder ontwikkelen of zich bezighouden met jouw expertise? Nou, ik denk in ieder geval mijn persoonlijke drive, waarom ik nog iedere ochtend opsta, ja, is als je kijkt hoeveel bedrijven nog steeds best wel slecht omgaan met klanten. Ja. Het voorbeeld wat ik vaak gebruik is, de verwachtingen van de klant zijn nog nooit zo laag geweest als tegenwoordig. Want als een bedrijf jou belooft binnen 24 uur terug te bellen, mm-hmm, hoe vaak gebeurt dat? Ja, weinig. En dus als het gebeurt, dan ben ik al blij verrast, ja, omdat het gewoon vaak niet gebeurt. Er is nog zoveel winst te halen in eigenlijk de basisdingen goed doen. Ja, meer klantgerichtheid, uiteindelijk zelfs meer mensgerichtheid. Ja. Ja, dat staat overal bij iedereen op de agenda. Dus het belang is niet de discussie. Ja, dus niet te veel tijd investeren in die business case maken. Maar oké, hoe kan ik het nou gaan doen? Ja. Ja, dus hoe kun jij nou het verschil maken binnen jouw organisatie om dat belangrijke thema nou echt concreet handen en voeten te geven? Mm-hmm. En ik heb daar nog heel veel meters te maken. Zijn. Nou, mega interessant. En daarom moet iedere marketing professional die dit ziet, maar natuurlijk sowieso, de masterclass van Sanna volgen. We hopen jullie daar te zien. Fijne dag.